me toch niet uit te leggen? Nog een normaal man, hé. Lekker binnen doen. Wonen hier ook kinderen, man, gek. Dat is de laatste keer geweest, hè? Laatste keer, ja. Als gooi ik gewoon een pot barmy naar buiten. Nee, dit is Den Haag, hè. Als ik kom naar binnen, steek ik heel de kanker zo in de fik. Laatste keer. Hé, jammer. Maar was toch sterk betoog? Nee hoor. De afterparty is nu al afgelopen. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, dat is ontgroening. Nee, het is nu klaar. Je geeft feestjes, de hele nacht die kankermuziek, aan de drugs in het gas liggen, met kartonnen doos op je hoofd. Het is nu klaar. Dit vind ik het trieste in de wereld, zijn studentenvereniging. Is dit een secte? Dit is toch geen studentenvereniging? Ja, vind ik veel. Dat geloof ik niet. Dit is een secte. Dit is een secte, ja. Dit is geen studentenvereniging. Nee joh, ze zingen een tomatensapliedje. Doe lekker binnen. Heb niemand last van je. Wij ook niet. Nu klaar. Maar wat zingen ze? Nog even één keer terug. Ja, dat is van dit klapspelletje. Ik heb het zelf gezien. Ze woont op ne. Maar tien toen liep het van de trap, het leek tomatensap. Willen jullie wat hebben? Slip in de morning, slip in de zee. Twee voor de jongens, tien voor de meisjes. Doe lekker binnen, heb niemand last van je, wij ook niet. Nu klaar. Ik vind het een hele vreemde video. En ik weet niet of dit zo'n secte is waarbij één man dan een harem heeft, maar bel mij. Ik moest echt wel dit soort oefeningen doen. Dan moesten echt ook de straat op. Hadden we een meme les, dan moest je zeg maar lopen alsof zeg maar... Alsof je lager was, maar dan dit wel hetzelfde houden. Ze moesten zo. En dan liepen we ook gewoon zo door de stad. En dan moest je ook zo over dingen zo naar dezelfde hoogte blijven. En dingen en zo. Wow. Nice. Tafel heeft het gewoon gered. Ja, ik weeg 12 kilo. Ja, dat is een voordeel van zo'n jappenkamp. Ja, deze tafel is echt... Nee, het is nu klaar. Gewoon een leuk filmpje, lekker buiten. Vier reten. Dumperdreten, ja! Ja! Applausje om even erin te komen! Dat was veel vetter dan dat van de goud. Nee, joh, waarom kan je het toch nooit een keertje normaal doen? Ja, en dan krijg je koffietijd. Het is koffietijd! Ja! Dit gaat precies voldoende zijn, ja. Dankjewel, Julia. Dankjewel. Alsjeblieft. Andries Toeroe is in onze house. Yes! Hey. Vet! Vaste vriend van de show. Andries, waar ben je de laatste tijd een beetje mee bezig allemaal? Oh, wat leuk dat je dat vraagt, Gina July. Wat ik doe is, ik ben een nieuwe voorstelling aan het schrijven. Die heet Marmer en die gaat over 2 weken gaat die toeren door het ganse land. En overal zijn nog fucking veel kaarten. Waarom heet het Marmer? Omdat je die titel 1,5 jaar van tevoren moet aanleveren. Ah. Dus dan moet je zo'n titel aanleveren waar je dan alle kanten nog mee uit kan. Dus niet omdat Marmer bunker hard is, maar wel doorwrocht van gevoeligheid? Ja. Ga naar Marmer. Tryout beginnen. Donderdag 12 oktober, Den Haag. Theater Pepijn, dat is niet van die goos van de FVD, toch? Of wel? Nee. Nee, oké, gelukkig. Sinds de vorige keer dat ik hier was, zie je gewoon al die dumpertkijkers. Ook je ziet zo'n kind publiek zitten, zo daar. Ja. Je weet precies welke het zijn. Ingewoon meegetrokken gaan worden. Dat is de betekenis van onze demonstratie vandaag. Een vredesprotest. Sterkte voor iedereen en vrede op korte termijn. Ik vind B1 slecht opgedroogd. Vet, er is ook gewoon een cowboy bij. Goed je? Dank je. Hallo politieagenten van Nederland. Jullie zijn allemaal politieagenten en ambtenaren in functie. Is dit... Dit is de bezuiniging in de GGZ. Ja, ik zie jullie wel, agenten. Nee, maar ga weg. Is dit de presentatie van de lijst van Thierry Baudet? Ja, we een plekje doen en horen de kiezen van het volk. Die gitaristen te stemmen ondertussen gewoon. Zee meneer. Waarom zet je daar de microfoon uit? Is iemand die met je eens is? Laat hem gewoon zeggen wat hij wil. Toch? Ja, dan moet er een overleg met de organisatie, tuurlijk. Oh, die vrouw wordt helemaal lijk hier. Yes, het kan nog erger. Oh, je muziek. Dank u wel. Ik wil toch even wat toevoegen aan wat deze meneer net heeft willen zeggen. En hij werd helaas weer niet weggedraaid. Ik had in mijn hoofd dat hier echt een hele groep mensen zou staan. Er staan 3 mensen. Het is natuurlijk zo dat... Geen kankerdure kankerwoning! Geen kankerdure kankerhuis! Huh?
al een paar jaar ons demonstratierecht. Oh, oké. Okay. Het is een koe met een djembe. Zijn er mensen die zelf een demonstratie willen houden? Dat niet tijdens onze demonstratie willen doen, alsjeblieft. Het is niet alleen jullie demonstratie. Volgens mij hebben ze meer microfoons en versterkers nodig. Wij moeten allemaal... Luister, als mensen een speech willen houden, dan kun je van tevoren kun je aanmelden. En dan kunnen we het van tevoren gaan kijken. Ik stel voor dat we met z'n allen gaan lopen. Weet je wat deze demonstratie mist? Politiegeweld. Wij gaan nu lopen. Ga maar lopen. Ik stem met jullie wat door. Ja? Vrede met Nazi-Duitsland. Neem Polen. Alles fascineert mij. Dat er gewoon een banjo-speler is die denkt, ja, dit is hem. De nieuwe van Mumford & Son. Zet hem eens uit. Nou begint het. En nou is klaar. Nou gaan ze knokken. Er komt nog een koe aan. Hij is niet alleen. Ja, nog het. Daar willen wij bij jou. Heeft zo'n man eerst een koeienpak, verzint hij dan de slogan? Want ze hebben niet tegelijk de koeienpakken besteld. Dus één van de twee heeft gedacht, dat is een goed idee, een koeienpak. Wat een geweldige video. Een soort open inrichting daar op de Dam in 020. Hallo politieagenten van Nederland! Jullie zijn allemaal politieagenten en ambtenaren in functie! Mijn volgende boodschap is voor de bakkers. Jullie zijn bakkers! Hoe lang heb ik nog? Schoenmakers van Nederland! Er zijn genoeg aangiftes geweest waarbij de politieambtenaren ingediend! Dat je dan helemaal boos bent op de overheid en de politie wantrouwt en dan zegt, maar ik heb wel aangifte bij jullie gedaan, ja. Bij de politie van de overheid, ja. Heerlijk om naar te kijken, lekker speelse lokken van deze jonge dame inderdaad, ja. Ook. Goede tijdcode in beeld ook. Er is ook, nog dus een cowboy bij, een koe bij, ja, het gaat echt alle kanten op hier. Wat is je afkomst? Indo. Ben je Indo? Ja, soort van. Appakabar? Nee, ik heb dus heel veel dat er dan Indische vrouwen naar mijn voorstelling komen. Dat ze zo helemaal zo, oh, een van ons. Oh. Ja, wanneer ga je zingen en piano spelen? Waarom doe je Ryan Pandeni na? Gezellig, ja, het is meteen gezellig. Ja, precies. Ik gelijk. Voor meteen de connectie, ja. Haha, wij tegen René. Haha. Ha. De allochtonen winnen vandaag. Haha. Ha. Bekken houden coolies. Oh. Boer. Het lijkt alsof hij schrik had. Jemig. Nee, dit is... Dit. Oh mijn god, wat doet hij? Wat is het nut hiervan? Dat je jezelf onder de bank kan parkeren of zo? Wat? Voel je toch een verlichting? Ja, het is wel echt lekker. Toch krijgen. Echt wel lekker? Ah, broer. Fuck, is er mis met jullie? Ja, ik kan dat niet zelf. Nee? Wat moeten we doen? Nou, iemand tilt je dan zo op en dan doet dan dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Is dit een erkend chiropractor die dit doet? Of is dit gewoon... Hoeveel hij kan verdienen als bedelaar op Utrecht Centraal, zeg maar. Dan doet hij gewoon die knie zo klek. Gaat hij gewoon zitten zo met zijn koffiebekertje. Niet money for food. For food. Inderdaad. Ik vind het goor. Is dit wat ze kraakbeen noemen? Ik ben niet gewaardeerd. Jammer. Ik snap hem nu. Godverdomme, vier jaar kleinkunstacademie gedaan. Duurde even. Sorry. We gaan stalen losracen, mensen. Ja! Woe! Deze zaterdag in de Prinsessengracht in Den Haag. Kom allemaal kijken. Het gaat door. We hebben het net gekregen, het bericht. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik had er helemaal niet willen uitslapen en lekker chillen en pannenkoekjes willen maken. Nee joh, veel liever in poepwater zwemmen in Den Haag. Let's go. First off, got some stairs. Then next up, little bridge. And here's an old sketchy Dutch bridge. Two rollers. And we're going over a skinny little last part. And then we have to ring the bell. And that's basically it from the course. Kom allemaal kijken hoe Gina en ik gaan overlijden in de gracht in Den Haag. De dochter is klaar met shit. Oh! Tjus, dan is dan een pambami. Hé! Hey. Wat doe jij nou dan? Hé! Hey, mama, niet toe! Uitgooien aan mijn auto! Mijn auto?
Misschien heeft hij eerst een plaatje van een steen gegoogeld, dat op zijn monitor gezet en dan gegooid. In de hoop dat het harder aankomt. Het doet me heel erg denken dat, aan iets. Ah, godverdomme. Ja, godverdomme, hou in. Alwin? Please, zeg dat het goed is. Want dan heb ik gewoon nu een klassiekertje te pakken. De opvoeding is geslaagd. Ja. Godverdomme, Alwin! Ik dacht toch aan een andere, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Oh. I hurt myself today. Die oma met plakband of die hele dikke moeder die genervshot wordt. Wat heb ik nou gezegd, Angelo? Nu zal ik jou niet vertellen. Als jij zo doof gaat, dan zet ik je buiten de deur en dan kom je geen poot meer binnen. Echt waar, dan kan... Domme oude bier, domme! Echt wat? Wat is er weer? Jij wil zo graag filmen, nee! Wil zo graag filmen, jij domme toch? Zij is 1,20 meter, weegt 205 kilo en die andere heeft een geweer. Succes met naar buiten zetten. Wacht even, hij staat nu bij de deur ja, nog, hij staat hè? Bij de deur. Hij is dus wel in, zeg maar, 14 seconden de trap opgerend, zijn monitor ontplucht en door het raam gegooid. Hey! Uitgooien aan mijn auto! Misschien was het gewoon de laatste week van de garantie op die monitor. Ja. En dacht hij van, hij moet nog stuk. Eieren! Sorry, jongen. Lekker, bitch. Lekker, bitch. Waarom noem je je eigen vriendin een bitch? Homo. Kankerom. Ze kan niet heel goed gooien. Vreemd op mij, op de huis. Als je zo slecht neukt, als je zinnen schrijft, begrijp ik hem wel. Fucking Sam, man. Homo. Niet vreemd gaan op mij, kankerom. Ik vind het best een leuk filmpje. Vrouwen die voor zichzelf opkomen. 5 reten. Ik ben even benieuwd wat jullie denken dat zij gaat vertellen. Mannen in witte busjes. Ik denk dat ze het gaat hebben over de... uitvinding van de microscoop. Ik denk dat ze het over het atoomnummer van radon gaat hebben. Oké, ik kan echt niet de enige zijn. Tenminste, echt niet de enige dame zijn. Zo, mag je even gelijk op stop. Als je dit accent hoort, denk je dan niet bij jezelf... ah, kut, dat moet ik wel afleren. Nee. Huh. Die mannen in een witte werkbus, zo'n bus... ja, super aantrekkelijk. Ik weet niet. Als ik dat zie, dan denk ik... oeh. Het is gewoon een zachte G, toch? Ja, en door. Ja. En goeie. Toch, ik merk als ik een improvisatievoorstelling speel en ik moet een dom typetje doen. Dan doe je een zachte G. Ja, het is altijd of is dan Brabant. Ja, of de Lendaagje. Ja, dan snapt het publiek, hij bedoelt een dom iemand. Die afspraak is echt door het hele land, ook in Brabant en Limburg, heel helder. Hardwerkende man, weet je wel. Kijk, zij is wel een leuk wijf. Als ik zo'n man zie in een Mercedes of een Porsche of een, weet ik veel, Range Rover. Dan denk ik, oh, mooie auto. Maar niet, lekkere vent of weet ik veel. Mannen in Porsches en dikke Mercedes'en, die hebben overduidelijk geen baan. Maar als ik zo'n bus zie, dan die vrouwelijke, die hormonen komen bij mij omhoog. Dan denk ik, zo hardwerkende man in zo'n bus, sweet, ja. Nou ja, ze wil gewoon een man die lekker de hele dag weg is van huis. Voor haar geld zodat zij vreemd kan gaan met Sam. Terwijl zij vreemd kan gaan met Sam en Videoland kan kijken. Fucking Sam, man. Dat heeft gewoon iets. Ik kan toch echt niet de enige zijn, hè? Het is een beetje een niksige mening. Als iemand dit in de kroeg zou vertellen, zou ik wel denken... ja, oké. Okay. Zo hardwerkende man in zo'n bus. Ik vind toch die witte busjes altijd een beetje sketchy. Een beetje dat je denkt van, zou er drugs in zitten? Nou, in Brabant wel waarschijnlijk. Oké, ik kan echt niet de enige zijn. Leuke neuspiercing, 2 reten. Heb jij ook wel eens overwegen om je haar te blonderen? Heb wel eens. Heb je ook wel eens overwegen? Ja, mijn in Nederlands is ook niet echt je van het. Is waarom therapie voor veel mensen niet werkt. Heel vaak in therapie ga je terug naar een bepaalde gebeurtenis, naar het verleden. Gelijk weer een bewijs van mijn theorie. Dit is waarom het niet werkt. Terwijl de basis van de wet van aantrekking is dat je helemaal niets hoeft te helen om een andere realiteit voor jezelf te creëren, te realiseren. Ik vind het juist altijd wel heel vriendelijk, die zachte G. Het is super vriendelijk, maar je denkt niet, hier gaat nou een relativiteitstheorie uitkomen of een bewijs van Pythagoras, toch? Kijk, je hebt A kwadraat aan de linkerkant, dan rechts hebben we B kwadraat plus C kwadraat. Nou, dus een soort vierkantsvergelijking. Dat klopt niet. Nee. Terwijl het is, wil er iemand nog wokkels? Dan denk je, oh ja.
koolhydraat zegt, wordt met een D. Die tering met een spatie zoekfunctie dan ook eindelijk gefixt. Waarschijnlijk typt hij gewoon zijn zoekopdrachten niet goed. En nee, het antwoord is sowieso nee. En dan kan het alleen maar meevallen. Natte Persik zegt, waar is de lead pooltafel? Die staat ergens op een schip in Engeland. Ridder 84 zegt, ik mis nitraatje erbij. Nitraatje? Ja. Nitraatje erbij. Ja, die moet er nog bij, ja. Hey! Nitraatje erbij! Lekker! Gast! Wow, dat ging echt mega snel. Gast! Wat een gekkie, joh. Vijf reten. Die timing echt is zo vet. Goed. Ja, dat is echt vet. Gaatje erbij. Jezus, Roy, als je voor die wielrenner kiest, dan wordt het tijd voor een baan bij Boulevard of zo. Vroeger vond je dit nog mooi, ouwe zak. Ja, nou, maar ik heb gewoon een ontwikkeling doorgemaakt als mens. Ja. Als Jaina en Slijptol kinderen zouden krijgen, zou het wel echt double fucked up klinken. Zou je Slijptol doen? Ja, wel, ja, leuk. Ik vind het een leuke gast. Dat is een leuke gast. Maar dan of ik echt kinderen mee zou willen, ik weet niet. Het is echt GTA-stijl, dat die hele... Wow, wat doet deze guy allemaal? Eén keertje kijken? Allemaal tuturturken van bruiloft. Allemaal tuturturken van bruiloft. Ja, maar hij mag het zeggen. Vijf reten voor deze guy. Of hij kan gewoon heel goed een Turk nadoen. Even te denken, hoe zeg je vijf reten de Turks? Vijf reten. Vijf reten de Turks. Nee. Ja. Maar hij was gewoon enthousiast aan het rijden. Ja, toen viel hij was gewoon enthousiast aan het rijden. Ja, dat was het. Hij had een wat sportievere rijstijl. Hij was aan het vieren dat hij getrouwd was of wat? Ja, en ineens viel er een lantaarnpaal op zijn hoofd. Nou, ik snap wel dat onze regisseurs dit zoveel kudo's geven. Ja, het is gewoon zuur dat dan weer iedereen in de file staat. Omdat deze man zo nodig tegen een lantaarnpaal aan moest rijden. Alle Turken terug naar Marrakesh. Nul reten. Nou! Ja, nou ja, oké. Okay. We hebben ja. Personeel hier. Ja, maar dat vind ik zo zielig. Moeten ze nog een keer lopen? Dus we moeten werk doen. Hoor. Oh. Dit land is van ons en niet van jullie. En die wetgeving, het is ook wetgeving en zo, dus... Met zijn middelvinger zit het gips. Ja, van al die... Het wordt ons gegeven en hoeven we ons niet aan te houden, want met artikel 1 van alle boeken... Deze politieagenten, die hebben een inval of zo? Of wat ja, je hebt nu een hele hoop van die lui die zeggen... we zijn geen onderdeel van de maatschappij, want je hebt een geboorterecht. We zijn geboren op zee en dan eigenlijk alle problemen zijn dan weg. En je krijgt 2 miljoen van de overheid. Er zijn zoveel mensen die gewoon zo in de knel zitten nu, geestelijk... dat als er iemand is die zegt, trouwens, ik heb iets gelezen... doe ik het weer, hè? ik heb iets gelezen waar zeg maar, de oplossing is voor al je problemen. Je wijf komt weer terug bij je, je kinderen gaan weer schrijven... en je krijgt 2 miljoen euro. Dan zeggen ze, ja, is goed. Dan gaan ze het helemaal internaliseren en geloven. Oh. En dan krijg je dit soort problemen. Ja, zijn wij vrij en hoeven wij niets te pikken. Ja, lach maar. Ja. Ik ga het vanavond allemaal erbij zetten. Soms dan zou je toch wensen dat we minder wet hebben... Dat je gewoon als agent even het licht uit bij die gozer. Gewoon de purge. Meekomen. Ja. In de cel smijten. Weet je, even in isolatie. Ja, in Amerika gebeuren dat soort dingen. Ja, en dan gewoon het huis netjes leegruimen. Alle rotzooi naar de dump. En dan is het gewoon opgelost. Het is ook een beetje lachwekkend dat je aan de ene kant je wetten weer op en aan de andere kant zegt dat ze... Daar hebben we recht op, sukkel. Dan moet je eerst het recht begrijpen, sukkel. Zo, ben klaar. Burgerlijk. Nou, als de ene grote sukkel is, dan ben jij het hier wel, misschien. Artikel 1, burgerlijk. Nou, goed verhaal, meneer. Ja, maar ook wel echt een heel saai filmpje. Ja, ja eens. Echt een heel saai eens. Filmpje. Eens. Wel een peppertje. Slecht filmpje. Mm, nou ja, er is inderdaad geen pepperspray, geen gevecht. Geen bloed. Geen bloed. Bloot. Geen tieten. Geen niks. Pillen. Geen helikopters. Niks. Geen nul reten van Jaina July. Guy. Ja, nul reten gewoon. Het is echt mega saai. Oh jongens, ik luister in de auto, zo fucked up. Ach ja, gaan we het hier over hebben? Ja, ik word hier toch zo weer dood gegooid. Door wie? Zit zo in mijn ogen geript met deze guy. Maar wat gaat er gebeuren? Ik ben zeer benieuwd. Ik heb dit nog niet gezien. Nou, zo fucking goede therapie. Tip 1. Zet even je muziek wat zachter als je tegen de camera gaat praten. Het is gewoon... Het is
super goede therapie. Maar hij luistert ook niet een zielig liedje of zo. Hij luistert gewoon een rechte vrije pauw, tjik, pauw, pauw. Wesja! Gina wordt er emotioneel van. Over 2-3 weken in de volgende. Je hebt toch die vrouw, je hebt zo'n vrouw, zo'n blonde vrouw. Die zit in van die mystery-achtige dingen. En haar ogen staan ook zo even aan de zijkant van haar hoofd. Godverdomme, sorry hoor. Anna Taylor-Joy. Dit is gewoon die gast. Dit is gewoon die gast. Nou, ik vind het zelf wel heel erg. Jawel. Jawel. Maar dit was dus groot nieuws, Gina. Dit was echt big nieuws, ja. Ja, Gio en Jadonna zijn inderdaad uit elkaar. Ze zijn al eerder uit elkaar geweest. En nou zijn ze dus weer uit elkaar. Maar die Jade Anna, is die leuk? Is wel die 18 knap en zo? Ja, ze is 19. 19? Ja, maar die heeft nu ook echt 1 miljoen volgers en zo. Doordat ze dus ook... Weg is bij die gozer. Eigenlijk wel, ja. Goedemorgen, jongens en meiden. Hij is inderdaad heel vrolijk in het begin. En daarna gaat hij naar haar toe. En dan is hij niks verdrietig, want het is uit. Zitten we weer. Nee, niet doen. Ja, nou, het is duidelijk, denk ik. Ja. Ze heeft wel iets, zeg maar. Maar het is vooral gewoon een make-up. Maar hey, als je single bent... Ja, ik maak toch geen kans bij zo'n wijf. Die zit al lang weer bij een of andere multimiljonair. Nou ja, als je kijkt wat er naast haar zit, dan maak je zeker wel kans. Nee, maar die gozer die is ook loaded. Zag je in wat voor auto die zat? Ik heb alleen maar een fiets. Denk je dat ze bij hem is voor zijn geld? Ja. Denk je dat? Denk nee, voor zijn mooie hoofd. Ja. En zijn intellect en zijn politieke mening. Maar ze kennen elkaar al jaren. Wat een kneus. Het is echt een kneus. Ga je zo niet uploaden? Ja, de regie bemoeit zich er ook mee. Nou, nu gaan we naar de allergrootste Mogolen kijken van het weekend. Ajaxide. Ja. Oh, die no! Nooit! Oh. Nee, maar dat doe je niet. Oh, no! Maar het is toch op zich, bij in de Kuip hangen netten en houden ze bepaalde vakken leeg. Dus je kan toch de F-site leeg houden en dan ook nog overal net hangen. Dan is het probleem toch opgelost. En ik zou ook de prijzen voor de F-site gewoon verzeventienvoudigen. Ja, serieus. Ik en wat ik vooral niet begrijp is hoe ze het binnenkrijgen. Waar stoppen ze dat dan? Ja, maar dan? Je wordt zo gefouilleerd. Als je überhaupt wordt gefouilleerd. Dat was het al. Ja. Dus ik zou die prijzen op de F-site verzeventienvoudigen. Dat alleen de rijke hooligans het nog kunnen betalen. En die kunnen dan ook gelijk de schade vergoeden. En verder alleen nog maar kaarten verkopen aan vrouwen en kinderen. Dit is gewoon echt de grootste afgang sinds Ajax ever. Zeker. Ik ben echt helemaal klaar met Ajax. Dit zal hem leren, weet je wel. Zo boos. Ja, rampzalig. Ja, gênante vertoning. Het spel is niet goed, maar... ja, supporters, ik weet het ook niet. Hij heeft nog een kutreactie. Het is gewoon een grote afgang. Het slaat echt. We moeten blij zijn als we niet degraderen, echt waar. Maar ik vind het zo weird dat dan de helft van de reacties toch gaat over... ja, we stonden 3-0 achter. Terwijl je eigen aanhang sloopt je eigen stadion. Dan moet je als echte supporters toch allemaal zeggen... wat een teringidioot, optieven met die lui. Nou, anyway, als jullie nu mij gaan bedreigen, hooligans... doe dat alsjeblieft niet en bedreig gewoon Vagina July. Ik denk het wel. Doe maar wel. Ja? Werk nou gewoon even. You are not alone. You are not alone. You are not alone. Niet aan het hoofd. You are not alone. You are not alone. Ik hoef helemaal niet op boxles. Ik weet gewoon nu hoe ik mezelf moet beschermen. Trek gewoon iemands neus. Hey. 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 Ja, hoe lang gaan ze dit nog doen eigenlijk? Hoe lang gaan mensen hier nog mee door? Ja, tot de subsidies afgeschaft worden. Maar in dit geval is ook de oplossing gewoon die handen eraf hakken. Ja. Oh, wat erg. Kijk, en wat ik het kutte vind hieraan, dat soort dingen is... ze hebben zo duidelijk een fucking goed punt. Er gaat 45 miljard per jaar naar fossiele subsidies. Dat is klaar. Ja, maar... Alleen, er zijn er altijd zo 17 gekkies tussen... die denken, oh, ik gebruik mijn kind als levend schild. Ja, en dan hebben alle Johan Derksen-artige lui weer een stok om mee te slaan.
brave mensen die in een Phoenixwijk wonen, die willen niet hier staan te demonstreren en te doen. Die moeten gewoon op zaterdag naar de praxis en op zondag de heg snoeien. Geef dat kind gewoon een goede beuk maar met die wagenstof. Maar hoezo is er niemand... gaat de meerderheid hier niet tegen in? Dat kind gewoon gebruikt wordt. Ja, als... omdat kinderen zijn, die gaan nog zeker 80 jaar CO2 uitstoten. Dus als dat kind per ongeluk komt te overlijden, dan denk ik dat de gemiddelde XR-fanaat daar niet zoveel problemen mee heeft. Fine. She's minding hers. Oh my god, George! Oh, he lifted me. No, let go of me. I can do it myself. Lekker. Nou, nice. Snel, nu is ze nog warm. 3 reten. Volgende video. Andries! Wauw, we zijn helemaal met elkaar ingespeeld al. Vet. Ik vond het in ieder geval super gezellig. Ik ook. Nee. Ga allemaal kijken naar Andries, zijn nieuwe show. Marmer, de try-outs beginnen dit najaar. En volgend jaar overal in heel Nederland te zien. Dank dat je er was. Gina ook natuurlijk. René, ook bedankt dat jij er was. Leuk dat je er bent. De verdreten!